allemaal, beste leden van de Kring Maastricht. Ja, weer een tijdje geleden dat jullie mij gezien hebben. En van harte welkom weer bij onze lezing. En natuurlijk ook alle geïnteresseerden die meekijken en die vanavond naar de lezing willen luisteren. Van harte welkom. Ik ben Lita Wiggers, voorzitter van de Kring Maastricht. En voordat we doorgaan naar de lezing en ik een korte introductie ga geven op de spreekster van vanavond, heb ik nog enkele mededelingen te doen. Want zoals gebruikelijk houden wij in april altijd onze algemene ledenvergadering, vaak voorafgaand aan de lezing. Maar vanwege de coronamaatregelen die nog altijd actief zijn en voorlopig ook wel blijven zoals we hebben vernomen, heeft het kringbestuur de planning van deze algemene ledenvergadering voor onze kring aangepast en willen wij die naar het najaar verschuiven. Dat is dan met de verwachting dat we weer met een kleine groep of wie weet zelfs alweer in een hele normale setting bij elkaar kunnen komen. En vooruitlopend daarop wil ik u vast mededelen dat wij dan ook formeel nog afscheid willen gaan nemen bij die ledenvergadering van onze zeer welverdiende inzet van onze secretaris penningmeester Monique Dikhout, die anders nu in de aprilvergadering afscheid zou nemen vanwege het beëindigen van haar twee bestuurstermijnen en het stokje aan een nieuw kandidaat bestuurslid gaat doorgeven. Nou, ook dat omdat dat fysiek toch altijd prettiger is in de ledenvergadering om het wat meer cachet te geven, zal dat formeel dus nog een keer overgedaan worden in het najaar. Dan, wat betreft de lezing van 3 mei, kan ik alvast aankondigen dat de lezing door Elise Storms-Smeets, die gaat over de kastelen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog, met speciale aandacht uiteraard voor de kastelen en landgoederen in Maastricht, ook die lezing zal weer op deze manier, dus via uitzending, gestalte gaan krijgen. Het convocaat wordt binnenkort verzonden. En uiteraard zoek informatie over onze lezingen, dan kijk naar de website van het LGOG. Daar staat alles keurig aangekondigd. In dat kader van die kastelen en landgoederen hadden we voorzien dat we 7 juni een lieu de mémoire op locatie konden houden. En wel bij kasteel Borgharen. Nou, jullie voelen het al aankomen. Ook dit komt te vervallen. En ook daarvoor krijgen we waarschijnlijk in de nazomer een herkansing en houden we u uiteraard op de hoogte. Goed, dus ledenvergadering en excursie 7 juni naar kasteel Borgharen komen voor nu te vervallen in het programma. Schuiven we door naar het najaar. In de verwachting dat we dat dan beter kunnen organiseren. Goed, dat waren de mededelingen even vooraf. Dan gaan we nu door na de lezing. Een bijzondere lezing van Mariette Paris van Kam over de bijna vergeten glazenier Gilles Fransen. Onze spreekster die kunsthistorie studeerde aan de VU gaat ons meenemen op haar zoektocht en onderzoek ten behoeve van de inventarisatie van zijn werk en de persoon van de kunstenaar. En dat onderzoek verrichtte zij in het kader van het project Glas in lood in Nederland, 1817-1968. Zijdelings zal ook nog aan de orde komen de ramen, de glas in lood ramen van Hans Truijen. Maar dat merkt u vanzelf tijdens de lezing. In ieder geval, ik wens u heel veel genoegen bij dit bijzondere onderwerp. Dank u wel, tot ziens. Goedenavond dames en heren. Ik wil u vandaag iets vertellen over Gilles Fransen, een bijna vergeten glazenier. En hij was inderdaad bijna vergeten, maar dat verhaal vertel ik zo dadelijk. De opbouw van de lezing is de ontdekking van Gilles Fransen, zijn biografie, het feit dat hij een eigen atelier heeft, uitgevoerde projecten zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt en vergelijking met een paar tijdgenoten waar hij ook de opleiding mee genoten heeft aan de Jan van Eyck Academie, Jacques Vonck en Hans Truijen. Nou, de ontdekking.
Ik heb meegewerkt tijdens mijn studie aan de VU in Amsterdam, studie kunstgeschiedenis, aan de inventarisatie van glas en lood in Nederland. En aan mij werden als Limburger een aantal Limburgers toebedeeld die hun opleiding hadden gevolgd aan de Jan van Eyck Academie. Hier hoorde onder andere Jacques Fong bij. En in het kader daarvan ging ik naar het kloosterkerk Maria Weide van de Dominicanen in Venlo, wat nu Domani heet. En ik kwam daar binnen, pater Overste was erbij. En het eerste wat hij zei is van, nou komt u voor Jacques Fonck. En dat is het raampje links. Maar we hebben hier een veel interessanter glazenier, Gilles Fransen, en die kent niemand. Wat wil nou het toeval? Gilles Fransen, zijn familie, woont in de straat waar ik het grootste deel van mijn kindertijd heb doorgebracht. En hij stond bij ons bekend als kunstenmaker. Hij had ook in het huis van mijn ouders een paar glas- en loodraampjes hersteld. Het rechterraam, dat is van Gilles Fransen. Ik had inmiddels al heel wat ramen gezien en vond het wel een heel bijzonder raam. Ik heb mijn man heeft dia's gemaakt. Ik heb die dia's meegenomen naar Amsterdam. En het project was eigenlijk al, wij zouden het afsluiten, beëindigd. Nou, mijn begeleiders, Karin Hoogveld en Peter van Daal, zag deze voorstelling en zeiden, hoe kom je hier aan? Dit kennen wij helemaal niet in Nederland. Zou je dit verder willen onderzoeken? Daar start het verhaal. Nou, het verhaal is Gilles Fransen of Gilles Fransen, de stukje biografie. Je vindt in de officiële stukken, vind je Fransen met één S. Maar hij signeert met dubbele S. Nou, het is gewoon een kwestie van verschrijving die per toeval naar buiten kwam toen zijn broer op een gegeven moment bij een verkeersovertreding een boete kreeg. En toen hij die thuis kreeg, kreeg hij er nog een grotere boete bovenop, omdat hij een valse naam had opgegeven, namelijk Fransen met dubbele S. Nou, dit is het verhaal waar u dus, als u in officiële stukken Fransen ziet met één S en Fransen met dubbele S, dat één en dezelfde man is. Een van de eerste opdrachten die hij kreeg was een woonhuis van de familie Hermans in Vaals. Familie Hermans, die hadden de textielfabriek en meneer Hermans heeft voor zijn woonhuis zijn vrouw bij hun huwelijksfeest een raam cadeau gedaan. Ik heb op een gegeven moment, na verloop van tijd, via een zus van hem de tekeningen gekregen. Dat wil zeggen, toen ik bezig was om het verhaal van Gilles Fransen te reconstrueren, wilde zijn vrouw in de jaren 80 niet meewerken. Zij had zoiets van, ik wil met rust gelaten worden. In de literatuur was heel weinig over hem te vinden. Hij was ook al in 1972 gestorven. Mijn moeder kende een zus en via die zus heb ik enigszins wat werk kunnen achterhalen. Dit was toch zodanig indrukwekkend dat hij opgenomen werd bij de 200 belangrijkste glazeniers van Nederland in de periode 1817-1968. Maar op een bepaald moment is die zus, belt hij mij en zegt van, och Mariette, ik heb bij de dood van zijn vrouw een heel pakket gevonden. En in dat pakket zou je daar eens naar willen kijken. Oké, daar ging ik naartoe. En in dat pakket zat een heel privéarchief met ontwerpen, met opdrachten, met foto's, eigen gemaakte dia's. En dat was natuurlijk heel interessant. Aan de hand van dat pakket heb ik mijn verdere onderzoek gedaan. Gelukkig kende ik ook nog een neef van hem, die bij mij ook in de buurt woont, want ik woon weer terug in mijn oude omgeving. En via hem ben ik een aantal zaken op het spoor gekomen. Zo blijkt Gilles een hele grote man die heel erg geïnteresseerd was in techniek. En waarbij ook zijn eigen atelier paste. Hier ziet u in dit ontwerp, waarvan het raam wel nog ergens in een opslag is in de familie, maar niet beschikbaar, ziet u allerlei zaken die te maken hebben met de wolindustrie, zoals het scheren van schapen en het weven en het bekijken van mooie stoffen, maar het is nog redelijk traditioneel
op een ruite achtergrond met vooral in primaire kleuren figuren weergegeven. Maar wat wel al typisch kenbaar is, zijn de langgerekte vormen. Nou, dit is een zaak dat je ziet dat hij met Fransen met dubbele S signeert. Was in het vorige stuk ook al te zien. En dan ziet u dat hij zijn eerste ramen in Atelier Mestrom, wat in Bunde was, heeft uitgevoerd. Gilles was dus afkomstig van Meersen, maar woonde in Maastricht. En hier zijn zowat zijn eerste officiële monumentale ramen, redelijk klein, in de Sint-Jozefkerk in Hoensbroek in 1951 uitgevoerd. Links ziet u de Annunciatie, rechts de Heilige Michaël. En in feite heb je door deze twee voorstellingen het hele heilsgeschiedenis verteld. Van het begin, dat Maria dus Jezus ontvangt, tot het einde, het laatste oordeel. Ramen zijn redelijk traditioneel, maar wel weer opvallend zijn de langgerekte stroken glas. Ik zal dit niet altijd blijven herhalen, maar u kunt het bij alle ramen herkennen. Dit was het woonhuis, of is het voormalige woonhuis en ouderlijke woning van Gilles Fransen in zijn jeugd. U ziet achterdeur nog een schuurtje. En hij heeft zijn broer had achter het huis een constructiewerkplaats. En bovenop die constructiewerkplaats heeft hij een eigen atelier gemaakt. In dit atelier was zijn vader, die al zijn leven lang de neiging wilde bezig zijn met kunst, maar er niet van kon leven. Men is zijn vader zijn assistente geweest bij de uitvoering van de ramen. Gilles is getrouwd met een medestudent, Miet Vrijens, en zij is ook afgestudeerd aan de Jan van Eyck Academie. Van haar zijn heel weinig ramen bekend. Zij had het een beetje moeilijk in haar leven. Eén raam wat in Maastricht zichtbaar is, of moeilijk zichtbaar, is in de sacristie van de Sint-Theresia-kerk. Een eigen atelier heb ik al verteld en hier ziet u zijn vader. De foto's die u ziet heeft Gilles allemaal zelf gemaakt. De zwart-wit foto's heeft hij ook zelf ontwikkeld. Hij was enorm geïnteresseerd in techniek, zoals gezegd. En hij heeft bijvoorbeeld een eigen sterrenkijker gemaakt. Zijn eigen muziekinstallatie gemaakt. Dat komt ook omdat hij begonnen is als LTS-leerling. Daarna is hij naar de Stadsacademie gegaan. Die opleiding heeft hij onderbroken in de oorlog. Toen heeft hij tijdelijk bij de mijnen gewerkt om aan de arbeidseinsatz te ontkomen. En vervolgens is hij de eerste leerlingen geweest van de monumentale afdeling bij Ten Horn en de Jan van Eyck Academie. Hier ziet u ook hem in zijn atelier bezig. En u ziet dat Gilles alles deed. Van ontwerptekening tot een karton maken op ware grootte. Tot het schilderen, waarbij hij ook de techniek gebruikte dat de stukken glas die werden op een hulpraam geplakt met bijenwas, meestal van oude kaarsen uit een kerk. En vervolgens werden de tussenruimte zwart geschilderd en daarna werd dus de brandverf of de grisaille opgebracht. Een ander raam, een van de eerste is Noord-Limburg, is in de Sint-Willibrorders in Stramprooi. Gilles heeft enorm veel gewerkt in Noord-Limburg. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat in Noord-Limburg bijna alle kerken kapotgeschoten waren tijdens de laatste maanden van de oorlog. En er was gewoon heel veel werk. En hij was een heel veel gevraagde glazenier. Maar ook Hans Truijen heeft dat gedaan, ook Charles Eyck. Een ander vroeg raam is in het gemeentehuis in Margraat geweest in 1954. En dit is een prachtig voorbeeld van de bedreiging van monumentale glas en lood. Aanvankelijk hebben deze vier ramen niet, zoals u links ziet, boven de ingang gestaan van het gemeentehuis, maar in de raadzaal. Oude gemeentehuis werd afgebroken, werd een nieuw gemeentehuis gebouwd en de ramen kwamen boven de ingang. Ook dit gemeentehuis is weer veranderd omdat de gemeente Margraten en IJzen samen zijn gegaan
En wat heeft de bevolking gedaan? Die hebben deze ruimte in hun nieuw gemeenschaphuis geplaatst, wat u rechts ziet in Osheim. Nou, ze staan in de gang en dan ziet u meteen hoe moeilijk herplaatsing is. Dit is zoals ik het vond, met de rekken van de kleding. Ze zijn wel beschermd. De kleding die, als er iets te doen is, ja, deze rekken hangen vol. Cultuurhistorisch kun je heel erg blij zijn dat deze ramen zijn bewaard. Want in dit raam, en dat kunt u aan de rechterkant ook in detail zien, ziet u het verhaal dat de schutterij van Margraat een keer het schuttersfeest heeft gewonnen en ook het feest heeft mogen organiseren. En dan ziet u aan de rechterkant ziet u de namen. Deze ramen vertellen iets over oude gebruiken en ook nog. Dat is links spelende kinderen die aan het vliegeren zijn. Maar ja, dat vind je gewoon niet meer in de dorpen, hooguit aan het strand. En rechts, en dat is natuurlijk belangrijk voor Margraten, de bloemenhulde die nu nog de lagere schoolkinderen altijd brengen aan de begraafplaats van Margraten, de Amerikaanse begraafplaats. Sint-Peters Bande Venray, 1955, en in de sacristie. Ja, sacristies, als je naar een kerk gaat, ga er altijd kijken, want dan vind je soms de mooiste juweeltjes. En het voordeel is vaak dat hier niets aan veranderd is. Want men verandert in de kerk, maar men verandert meestal als er de ramen niet kapot zijn of geen verbouwingen zijn, niks in de sacristie. Dit is de heilige Willem van Bourges. Ik wil er niet te veel over vertellen. Het is een Franse bisschop geweest. En hij is de beschermheer van kinderen die moeilijk kunnen lopen. Maar waar het mij wel om gaat, is dat u in het middenraam ziet een figuratief raam nog in de oude beginstijl van Fransen. Met aan de rechterkant twee non-figuratieve ramen. En in de rest van de sacristie kunt u die ook vinden. En het bijzondere van non-figuratieve ramen van Gilles is dat die niet met passen en liniaal zijn gemaakt. Maar dat de lijnen met de hand zijn getrokken. En dat je heel goed moet kijken om de verschillen te zien. Maar ik kom daar nog op terug. Nou, een ander raam in Venlo is in de kerk van de Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Een raam van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En dat is Maria van het begin met de aankondiging van het lijden door Simon tot aan de graflegging. Een zevental feiten dat Maria dus lijdt onder het lijden van Jezus. En hier is weer typisch die langwerpige glasgebruik. Belangrijk is dat Jos ten Hoorn die overlijdt plotseling in 56. En dan heeft hij een aantal grote opdrachten en die heeft Gilles Fransen afgemaakt. Onder andere hierachter bij de Bijjaard in Maastricht en in Horst Amerika. Links ziet u een raam van Jos ten Hoorn uit de Basiliek van Meersen. En dan ziet u dat hij overwegend blauwe en rode heeft gebruikt. Hij baseert zich op de vervuilde ramen van Chartres. Als u nu gaat kijken nadat ze schoongemaakt zijn, ziet u dat er veel meer kleur in zit. En dan zijn leerlingen, die gingen, en rechts is ook nog een raam uit de Bijjaard van Jos ten Hoorn. Nou, dit is een luchtopname van de Bijjaard voordat de kapel is afgebroken. Want ook hier is de kapel wel afgebroken in verband met de bouw van een nieuw bejaardentehuis. En daar heeft een pater zich de moeite getroost om die ramen uit te pakken. Een aantal zijn een stuk op zolder terechtgekomen en die zijn bij een verbouwing weer particulier verkocht. En een aantal stukken zijn herplaatst in het klooster. En dan krijg je weer de dank aan het archief van Gilles, dat hij opname heeft gemaakt van de ramen, eigen dia's die in het archief zijn. En zo kun je dan als onderzoeker een reconstructie maken van stukken die je vindt. Nou, aan de rechterkant is heel duidelijk een leidersraam te zien. Ook belangrijk in het archief zijn een aantal ontwerptekeningen.
ontwerptekeningen is een, op een grootte van 1 tot 10 of 1 tot 20. En dit is één raam van een drieluik wat je hier kunt zien. En hier is onder andere boven God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest of de drievuldigheid te zien. De vier evangelisten symbool of de levende zijn te zien. Nou, dit zijn details en dan kunt u zien dat u aan de linkerkant heeft u het ontwerp van de linkerzijde en aan de rechterkant heeft u het ontwerp van de rechterzijde. Ik heb verteld, er zijn stukken verkocht en dit is een voorbeeld van een verkocht stuk. Dus van boven in een raam is zo'n ronde afsluiting en u ziet een opname van Gilles. En een opname die tijdens een tentoonstelling in Valkenburg is gemaakt. Een aantal details van Gilles, dus aan de hand van dia's en in zijn archief. En dan ziet u dat hij in deze ramen toch sterk werkt binnen het, op de wijze van zijn leermeester. Kleinere stukken glas, af en toe toch de neiging van langwerpige stukken glas en veel in de kleuren blauw en rood en een enkel geel. Belangrijk in het archief zijn ook de zwart-wit opnames. En waarom is dat van belang? Het is bekend dat via zwart-wit foto's de glazen nier een beter zicht krijgt op de kleurbalans. Want een raam dat gaat leven door het licht. En als je te weinig grisaille, die zwarte verf, gebruikt, gaat het overstralen. Ga je te veel gebruiken, gaat het doodslaan. En door zwart-wit opnames te maken, heb je een beter zicht of je de goede kleurbalans doet. En dat heeft hij heel veel gemaakt, zwart-wit opnames, die hij dan ook bewaarde. Nou, hier ook zo'n voorbeeld van een van, dat is dus het rund van Lucas, van een van de vier levenden. De zwart-wit opname en de kleuropname. Een detail, en dit is wel interessant, want hier ga je zien wat Gilles zo eigen maakt. Dat is namelijk dat hij heel veel gaat etsen. Etsen wil zeggen dat je in één stuk glas verschillende kleuroverlopen krijgt. En dat doe je door dat glas, waar je dus dat niet wil hebben, ga je afdekken met bitum of met bijenwas. En de dan onafgedekte zaken ga je bewerken en vervolgens in fluoroxide duwen. En dan krijg je dus een gevlamde glasstuk. De details van het raam. Links de goede moordenaar en rechts de slechte en Jezus ertussenin. En u ziet dat met name Jezus aan het kruis al veel langgerekter is dan dat je dit bij anderen zult vinden. Maria, Petrus en Paulus en het geloof. Ook een detail, die prachtig geëtste kleurovergangen in de glazen, waardoor je een heleboel blauwtinten krijgt. En ook dat duiveltje, die groentinten, die zijn heel, is heel levendig. Een ander ontwerp met een raam, ook nog steeds uit de bijjaard. En u ziet hoe mooi hij dat ontwerp, dat drieluikje, heeft gemaakt. Wat opvallend is, dat hij hier in deze ontwerpen al heel vrijer wordt in zijn tekening. Wat je later ook in zijn ramen meer ziet komen. Dit laat ik niet voor niets zien. Herplaatsing van stukken glas. Zeker in de oude tijd, toen we nog niet die mogelijkheid van licht hadden, zie je vaak dat onder invloed van neonlicht of de lampen de kleuren van het glas heel erg veranderen. En dat is hier duidelijk te zien aan het raam links met het raam links in het midden en het raam rechts met het raam rechts in het midden. En dat is Petrus en Paulus. U ziet dat de blauwe bijna allemaal groen worden. En dat de Petrus bijna alleen maar een vaalig soort geel krijgt. Het raam blij dat iets bewaard wordt, maar u ziet de problemen met haar plaatsing. In Horst Amerika gaat hij ook de opdracht van Jos ten Horn overnemen, maar Gilles Franse was hier zelf al bezig met ramen te maken. En het boeiende is dat je hier ziet in 1956 hoe die
naar een meer eigen stijl toe gaat. Nogmaals, dit zijn allerlei Limburgse heiligen, waaronder hier de heilige Remigius. En dan plotseling in hetzelfde jaar offer van Isaac. Het lijkt bijna alsof het van een andere glazenier is. Dit is wat we dan de rijpere stijl noemen. Hier is heel veel etswerk gebruikt. Hier is veel meer beweging in het glas door de wijze waarop met lange stroken glas is gewerkt. En dit is ja, waardoor ook wel eens gezegd wordt van Gilles Franse is onze Chagall. Alleen met die verschil. Franse voerde echt alles uit, van begin tot einde. Daardoor is zijn oeuvre ook minder groot dan andere oeuvres. En Chagall is bekend dat het atelier bijna alles deed. Chagall maakte alleen de ontwerptekening. Als hij de opdracht van Ten Horn gaat overnemen, dan werkt hij in eerste instantie toch heel sterk binnen de wijze waarop Ten Horn werkte. Met om een ruitenachtergrond met veel blauwe en veel rood. Alleen die verschil weer. Hij blijft langere stroken glas gebruiken, waardoor het veel expressionistischer van aard is. Ook weer een voorbeeld van Drie Koningen, hoe die steeds voor zwart-wit opnames maakt om de kleurbalans te bekijken. Het was gewoon technisch een perfectionist. En ik denk dat hij het daarom ook zelf een atelier wilde hebben en dat niet overliet aan ateliers. Want dan waren er waarschijnlijk constant discussies over dat hij het niet goed genoeg uitgevoerd vond. En mooi voorbeeld van hoe een ontwerptekening, als je niet het karton hebt, en karton is de tekening op ware grootte die in stukken wordt verknipt, maar ik ga daar nu niet te ver op in, dat je moet opletten. Want u zult zien dat het ontwerp in het midden afwijkt van de uitvoering links en dat je zeker aan het hoofd van Christus kunt zien dat het uitgevoerde hoofd veel expressionistischer en sprekend is dan in de schets. U kunt ook zien dat beneden een andere voorstelling is gemaakt uiteindelijk als dat er in het ontwerp was. U ziet ook dat hier sprake is bij het ontwerp van het laatste oordeel van twee ontwerpen. En dit komt, de kunstenaar krijgt een opdracht, hij gaat ze uitvoeren. Dat ontwerp wordt besproken enerzijds in de parochie, dus bij pastoor en kerkbestuursleden, anderzijds voorgelegd aan het bisdom en onder invloed van wie het ontwerp is veranderd, dat weet ik niet. Soms kun je dit in kerknotulen terugvinden, maar vaker is dit niet te vinden. En zie je alleen dat het anders is uitgevoerd. Hier is duidelijk te zien dat de hel veel meer de hellemond is uitgevoerd. En rechts was het meer, helemaal links bedoel ik, was het meer een vuurvorm met mensen in. Dit is, vind ik zelf, een van de mooiste ramen in Horst Amerika, de Verrijzenis. Omdat je hier ziet wat ik dan de rijpere stijl noem. En dat is met name bij die engel die verschrikt kijkt, daar zie je de beweging. En je ziet gewoon dat Christus omhoog gaat. Ja, en dan zie je dan aan de rechterkant weer het detail. De detailsopnamen zijn van hemzelf. De detail gemaakt van de Christus, hoofd van Christus, zowel in kleur als in zwart-wit. Nou, rechts een afbeelding van een dia van Gilles Franse. En links is een eigen foto van mijn man. Laatste oordeel, Vlam Gods. Dat is ook hier in Horst Amerika. En dit is Ruiters in de school in Horst Amerika. Nou, hier kunt u helemaal zien wat het verschil is tussen een raam in situ, noem ik dat maar, links. En hoe bij weer een verbouwing het raam uitgepakt is en rechts eruit ziet. Het lijkt nergens op, zou ik populair willen zeggen. De kleuren links, daar komt ook het etswerk heel mooi naar voren. Die zijn warm rood,
diep paars, diep blauw. En rechts zie je groen kleuren en wel het rood komt nog naar buiten. Heel erg duidelijk. Het spreekt voor zichzelf. Dus, mijn adagio, let op wat je met ramen doet als je ze gaat uitpakken. Let op hoe je ze weer herplaatst. Koorkapel Maria Weide. Maria Weide was dus het begin van de ontdekking van Gilles Franse. Dit is de koorkapel met heel schepping zingt de lof van God. Een detail van de drie jongelingen in de vuuroven. In die koorkapel zaten de Dominicanen natuurlijk te bidden. Nu kun je er trouwen. Dit zijn ook details. En dit zijn eigenlijk heel modern aandoende ramen. Weinig grisaille gebruikt. Niet de sterkste ramen van hem, vind ik. En dan in de kerk zelf. Daar is dus sprake van een heel oeuvre van Gilles, en daar is de ontdekking gebeurd. Maar in het archief van hem zat dus ook een aantal ontwerpen, bij hier van de zending van de apostelen. En als je dit ontwerp ziet, dan zie je eigenlijk dat het een heel vrij schilderijtje is. En dat het niet een, waarbij je al ziet hoezeer die met glas gaat schilderen. En het minder in mozaïs gaat gebruiken. Dus in de vorm van kleine brokken, stukken glas die als mozaïek aan elkaar zet. De barmhartige Samaritaan. En in dit zie je links het ontwerp en rechts de uitvoering. Ja, heel duidelijk. Het is een schilderijtje. En rechts de uitvoering. Heel veel etswerk. Heel on-Limburgs, on-Nederlands, maar het is Limburgs, het is van Gilles. Nou, detail. Ik hoef niet meer veel te zeggen. En de aanbidding van het lam, nog steeds uit Venlo, en nog steeds de wijze wat ik vertelde, schilderachtig ontwerp en de uitvoering. Met hier een prachtig voorbeeld van etswerk. Je ziet hier in het hoofd, rood is altijd dubbel glas. Dat wil zeggen dubbel geblazen, überfangglas, met een lelijke titel. Want als je puur rood zou nemen, dan zou het heel zwart zijn. In de middeleeuwen al wist men dat men een bolletje blank glas nam. Dat doopte in een, het rode glas en dat samen uitblies en samen liet afkoelen. Dat betekent als je twee lagen hebt, dat je daarin heel makkelijk kunt etsen of kunt slijpen. En dat is in dit gezicht ook heel goed te zien. En je ziet ook in de haren rechts hoe daar allerlei nuances in zitten. Een belangrijke kerk, een nieuwe ontdekking tijdens het onderzoek, waarvan het resultaat dus in het jaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in 2018 is opgenomen. In de literatuur staat Afferde Gilles Franse, tot dan toe. In zijn archief vond ik een heel klein, ik zal het zo laten zien, dit is het interieur van de kerk, dit heel klein ontwerpje. Zat bij, niet bij de ramen, zat ergens tussenin. En op dat moment, en ik las ergens in een lijst Afferde. En dankzij de inventarisatie van glas en lood in Limburg kon ik zien dat dit in Afferde was. We zijn er naartoe gegaan en tot mijn verbazing is de hele kerk beglazen door Gilles Franse. Non-figuratief. Die raampjes boven in de lichtbeuk, die kleine ramen, daar is niet één hetzelfde. Heeft constant gevarieerd en op het thema rood, blauw, figuratief-achtige meetkundige vormen moet ik eigenlijk zeggen, maar allemaal uit de hand getekend, dus niet met passen en lineaal gemaakt. Nou, dit is een van de voorbeelden. Een paar voorbeelden bij elkaar. U ziet de variatie. Je zou dit allemaal naast elkaar eigenlijk kunnen fotograferen, maar dan heb je een hoogwerker nodig. Een ander motief wat hij gemaakt heeft in een aantal
aantal ramen met verschillende kleuren. Het bijzondere van deze non-figuratieve ramen is dat je ziet wel non-figuratieve ramen, maar dan zijn die meestal geconstrueerd met passer en lineaal, noem ik dat. Verder zie je ook dat als daar sprake is van wat heel vaak van verschillende soorten glas, dus industrieel glas. Wat je bij Gilles ziet, en dat is toch heel bijzonder, dat hij hetzelfde vorm van een raam in verschillende kleuren gaat uitvoeren. En dat verraadt een enorme kennis van het glas en een enorme kennis van hoe kleuren bij elkaar werken. Dit is echt een heel belangrijk kerkgebouw-oeuvre, wat zoals velen bedreigd is, maar alleen op basis van deze ramen al zou eigenlijk moeten bewaard blijven. Een detail van een raam in de zijbeuken. En hier ziet u een paar van die ramen naast elkaar. En als u deze gaat bekijken, dan kunt u het plezier zien, gewoon aflezen van hoe die met glas heeft gewerkt. Je raakt hier niet op uitgekeken. Het komt bijna in een meditatieve sfeer terecht als je deze ramen goed gaat bekijken in de kerk. Ik hoef hier niks bij te zeggen, gewoon genieten. Dan krijg je weer een leuk verhaal. Dan zie je ergens in een links zo'n engeltje en er staat bunnik. Ja, bunnik. Goed. En ga dan maar zoeken welke kerk in bunnik, waar je het vindt. Is het er nog? Is het er niet? Nou, gelukkig, internet is een geweldige uitvinding. Sommige momenten. Dus via internet kwam ik erachter dat in de Sint-Barbara-kerk in Bunnik dit motief terug te vinden was. En dit engeltje kunt u, of deze gevleugelde, moet ik eerder zeggen, kunt u links beneden terugvinden. Een detail van het uitgevoerde raam. Links ziet u het volle uitgevoerde raam van David. En rechts ziet u een detail. En dan kunt u weer zien hoe mooi er met kleurgewerk is. Maar ook de langgerekte vormen, de beweging die erin zit. En het verhaal is van hoe komt Gilles terecht in Bunnik? Waarschijnlijk via Charles Eyck. Charles Eyck heeft hier ook zaken gedaan. En dus tevens een boosterkerk. Dus het is nogal logisch, daardoor is er een verbinding met Limburg. En het is bekend dat in het atelier van Gilles Franse, hoewel die heel veel kunstenaars kwamen, maar ook natuurlijk onder de plaatsgenoot Charles Eyck. In Blitterswijk, de Onze Lieve Vrouw Geboorte, is een laatste avondmaal uitgevuld in 1962. Dan heb je weer links het ontwerp, rechts het raam. Met heel veel etswerk. In deze kerk is ook heel uitzonderlijk een wandschildering van Gilles Franse. Gilles heeft vooral ramen gemaakt. Hij heeft nauwelijks geschilderd, heeft een enkel, zeker geen echt vrijwerk gemaakt. En dit is zowat de enige schildering, wandschildering die ik van hem ken. En hier zijn verschillende ontwerpen van te vinden in zijn archief. Maar wat je hier weer ziet, is de bedreiging van monumentale kunst. Als u helemaal achterdoor kijkt in de kerk, bij het oxaal, dan ziet u dat er een deur gemaakt is in deze wandschildering. Er is een hele discussie geweest met monumentenzorg. En dan komt weer, een gebouw wordt gebruikt. Een gebouw, men had een betere toegang nodig voor de koorleden worden alleen maar ouder en kunnen moeilijke treden niet meer op. En uiteindelijk heeft men dan toch besloten om in de wandschildering een deur te maken.
Voor hetzelfde geld had men de hele wandschildering, ja, was die verdwenen. In Roermond in de Ursula-kapel. De Ursula-kapel, dat is nu de jongere kerk, is in, achter in de kerk een aanbidding van het lam of een laatste oordeel. En dit is eigenlijk een onderwerp wat je heel veel vindt achter in kerken. Zelfs al in middeleeuwse kerken, ook aan de buitenkant, zie je een laatste oordeel. En dat heeft ermee te maken om mensen te waarschuwen van, je bent nu hier wel in de kerk geweest, maar je denkt dat je elk moment kunt sterven en zorg dat je dan voorbereid bent. Dus een hele traditionele voorstelling voor achter in de kerk. En links ziet u een onderdeel ervan van een van de vier levenden. En dan ziet hij beneden weer hoe, en ook in het hoofd, het rode gedeelte, hoezeer Gilles geëtst heeft. En in het oog hoezeer hij van etswerk heeft gebruik gemaakt. Een detail van het raam. Het lam boven in het midden, omgeven door de vier levenden. En de, dat zijn de vier evangelisten. En de mensen die geoordeeld zullen worden. Het aardige is dat je dan ook een bewijs vindt in het archief van Gilles, dat hij van begin tot einde betrokken was. Hier ziet u een verhaal waarin hij schrijft van, ik wil langskomen en ik wil dit en dat en ik metselaar zal dat moeten doen. En we denken zo lang werk te hebben en we hebben een blankier. En hij doet er dan ook nog een tekeningetje bij om te laten zien hoe hij zich voorstelt dat hij dat raam plaatst. Het is mij bekend dat de plaatsing, hij eigenlijk alles deed met behulp van familieleden. Ook familieleden die andere banen hadden, zijn vader, zijn broer, de wagen van zijn broer van constructiebewijs, die vervoerden het glas. Kortom, alles in eigen hand. Dat zijn details van het raam. Zoals gezegd heeft Gilles zijn carrière begonnen aan de voormalige LTS in Maastricht. En bij de nieuwbouw van de LTS in Scharren, eigenlijk Scharren, heeft hij de opdracht gekregen om een groot raam te maken. En u ziet hem hier links bezig met het karton uit te werken. Dus de voorstelling op ware grootte. En u ziet, en dat is heel bijzonder, een opname van hem, een zwart-wit opname. En in feite nu niet om de kleurbalans in beeld te brengen, maar om het lijnenspel in beeld te brengen. Dus hij is dan veel meer bezig om in lijn te denken en in vorm te denken. En dit past eigenlijk meer bij de Duitse manier van de glaskunst dan bij de Nederlandse manier van de glaskunst. Dit is de uitvoering van het raam. Het zit er nog steeds, dus ze hebben er heel goed voor gezorgd. En hier ziet u dus allerlei werktuigen die men voorheen op een LTS nodig had, als een winkelhaak en een meetlat en een stift. Tegenwoordig weet ik niet of ze dit nog veel gebruiken. En het aardige is dat in het archief van Fransen ook weer afbeeldingen zitten hoe hij zelf de ramen aan plaatsen is, terwijl de leerlingen in de kantine zitten, want het was in de kantine. En dan ziet hij hem daar staan op hoge ladders en het zelf plaatsen. En hier ook. Hij is zelf bezig om het te plaatsen. Dus begrijpelijk dat hij niet zo'n heel groot oeuvre heeft achtergelaten. Dit is het gebouw zoals het er nu uitziet. En aan de voorzijde zit het raam. Ik geloof dat het nu Leeuwenborg is. Ja, en dan kom je ook weer wat tegen in het archief. Namelijk opnames van dit totale non-figuratieve raam. En dan staat er Brunsum. En ga maar zoeken. Waar in Brunsum? De website van de inventarisatie van glas en lood in Limburg gaf geen uitsluitsel. Dan ga je kijken van ja, welke kapellen zijn afgebroken.
en dan kom je heel snel terecht bij de bejaardenhuizen die voorheen allemaal kapellen hadden en waar inmiddels de meeste, ja, de bejaardenhuizen zijn allemaal anders ingericht als ze al niet verdwenen zijn. Het zijn meer verpleegklinieken en er zijn nu vaak multifunctionele ruimtes waar ook een gebedsdienst is, maar een echte kapel die is er nauwelijks meer te vinden. Na heel wat telefoontjes en zoekwerk kwam ik eindelijk terecht bij de voormalige kapel van Huize Louise in Brunssum. En dan kun je daar nog een zwart-wit opname vinden waarin je het raam vindt en dan heb je weer iets thuisgebracht. Dit raam moet nog ergens in een opslag staan. Maar ja, dan ga je bellen en niemand weet waar, hoe en wat. Dit is toch het verhaal van de bedreigde monumentale glaskunst. En ik vind het nog ontzettend jammer dat er niet in, voldoende aandacht is voor deze kunst. En dat er niet ergens een museum is hier, wat in Duitsland wel is, waar moderne glaskunst, en dan wel natuurlijk een selectie, een plaats kan krijgen. Een van de laatste ramen van hem zijn in Maastricht, de Sint-Theresia-kerk. En dat was zijn parochiekerk. En wel in de Lichtbeuk. Nou, de Lichtbeuk is boven in de kerk en dat kun je ook aan de voorstelling zien. Hij heeft hier met grote voorstellingen gewerkt die dus van beneden af ook goed te zien zijn. Links is het heelal en rechts is een detail, weer een eigen dia van hem, van Isaias, dus hoe die met vurige kolen zijn mond wordt gezuiverd. De roeping van Mozes of het brandende, niet verbrandende braambos, zoals het heet. En u ziet dat de stijl van Gilles Franse weer wat aan verandering onderhevig is. Hij werkt veel meer met lijn, hij werkt meer met grote figuren, de stad wat je zag in de LTS zie je hier op een andere manier voortgezet, maar hij blijft etsen en dat is heel duidelijk zichtbaar in het rechter detail van het hoofd van de Goddevader. Nou, de links de Annunciatie, rechts, en dat is natuurlijk ofwel de boodschap aan Maria links, en rechts, of het midden, vindt u de doop in de Jordaan. En dat vind ik wel weer een heel bijzondere voorstelling. Christus is enorm groot uitgebeeld. Hij gaat bijna op in het water. En dan krijg je natuurlijk met het verhaal van ik doop niet met water, maar met levend water. En dan zie je aan de linkerzijde zie je Johannes de Doper staan, die aanmerkelijk kleiner is dan Christus. En dit past weer bij het eigenlijk Byzantijnse schema. En helemaal rechts is de roeping van de apostelen, waarbij u dat kunt herkennen aan de vurige vlammen boven de hoofden van de apostelen en Maria. En ook weer een heel eigen wijze van uitbeelden. Een grote apostel, waarschijnlijk Petrus, die enerzijds zijn hand naar boven doet, dus de verbinding met de hemel maakt, en anderzijds de hand naar de mensen heeft en de mensen dus, het geloof verkondigt. Links Petrus, de roeping van Petrus, Petrus als visser. Als je niet de titel weet, zou je niet weten dat het de roep, zou je denken van ja, welk viselement wordt uitgebeeld. Maar het is de roeping van Petrus en rechts is de roeping van Paulus. Paulus, Saulus, die op weg is naar Damascus en dan door de bliksem wordt getroffen en van zijn paard valt en dan tot het geloof komt. De twee belangrijkste grondleggers van de kerk uiteraard. Velde, heilige Andreas, het laatste oordeel. En een prachtige, ja, Christus weer in het midden. En als we naar Rote Meersen kijken, of naar Meersen kijken, dan is er heel weinig opdrachten voor hem geweest. De enige opdracht die er is, is van de Rabobank geweest, voormalige Boerenleenbank, nu Rabobank, toen was het nog geen Rabobank, in 1972, in het jaar van zijn dood eigenlijk. En wat je daar ook nog ziet, of vlak voor zijn dood,
is, het raam zit achter het struikgewas. Heel moeilijk zichtbaar. En dit raam, dat zijn de paradijsvogels. Diezelfde paradijsvogels heeft hij ook gebruikt in een grafsteen voor zijn vader en zijn moeder, die op het kerkhof lag in Rotem. Maar deze is inmiddels door de familie, het graf is opgeheven en de steen bevindt zich ergens bij familieleden van hem. Nou, ik heb beloofd om ook een vergelijking te maken met Jacques Vonck en Hans Truijen. Technische belangstelling, dus hij is zeer geïnteresseerd in de techniek, fotografeert veel, ontwikkelt zelf de foto's en bouwt hulpmiddelen om zo goed mogelijk opnames te krijgen. Hij maakt een sterrenkijker, slijpt zelf de lenzen en hij bouwt zijn eigen geluidsinstallatie. Hij heeft een eigen atelier. Dit past bij zijn belangstelling in techniek. Hij voert alles zelf met familieleden uit, van ontwerp tot plaatsing. Hij heeft een voorkeur voor etsen en is een grote kenner van glas. Hans Truijen ontwerpt zelf en schildert zijn ramen zelf. En Jacques Vonck die ontwerpt, of hij zijn ramen zelf schildert, dat weet ik niet. Ik denk deels wel, deels wellicht niet. Wat van belang is hierbij, dat hij ook nog eens een keer een ongeluk heeft gekregen bij het etsen, waarvan door snel ingrijpen van de plaatselijke huisarts niets is overgebleven. Het vrijwerk, Hans Truijen en Jacques Vonck hebben altijd geschilderd en zijn, toen de opdrachten voor monumentale kunst achteruit gingen, hebben die eigenlijk het vrije schilderen, daar hebben ze hun geld mee verdiend. Terwijl Hans Truijen is wel constant glas blijven maken. Gilles Fransen is, nadat hij opdrachten voor glas afnamen, bij een middelbare school gaan lesgeven. En wat ik gehoord heb, was hij redelijk geliefd bij zijn leerlingen. En als hij talent zag, dan deed hij ook zijn best om dit talent in de kunstzinnige richting om te helpen om dit verder te ontwikkelen. Hij was een goede leraar. En Gilles ontwikkelt zowel een eigen stijl in figuratief als abstracte glaskunst. En dat is bijzonder. Meestal is het, en hij doet dat ook naast elkaar. Meestal is het of het een of het ander. Hij voert beide stijlen tegelijkertijd uit en het is geen fase in zijn werk. Je ziet dat al in de jaren 50 komen. Hij heeft alleen één kerk volledig figuratief beglaasd. Jacques Vonck werkt figuratief en Hans Truijen maakt een uitstapje naar abstracte kunst, maar dit is zijn ding niet. Hij voelt zich meer thuis bij de figuratieve kunst en alle drie ontwikkelen zijn eigen beeldtaal. Nou, ik heb dat hier naast elkaar gezet. Dan zie je links de rijpe beeldtaal van Hans. Dan werkt hij eigenlijk met elementen, losse elementen die het verhaal vertellen, die hij op een hele eigen wijze geheel van maakt, waarbij de apocalyptische ogen altijd heel sterk naar voren komen en bloemmotieven. Het is natuurlijk een beeld van de kruisiging. In het midden is een vrij vroeg werk uit de Bijjaard van een kruisiging van Gilles Fransen, maar waarbij je wel al de langgerekte vorm ziet. En dan heb je helemaal rechts het verhaal van Jacques Vonck. En dan, hij heeft ook andere ramen gemaakt, maar dit vind ik zijn sterkste ramen in Maria Weide. Dan doet hij met kleine elementen eigenlijk een heel verhaal vertellen. Hier zie je dus de verdrijving uit het paradijs boven, links de engel, rechts Adam en Eva. Dus het begin van de ellende, zeg ik altijd. En beneden zie je dus het einde daarvan, namelijk alle symbolen die te maken hebben met de kruisdood van Jezus, de instelling van de Eucharistie in de vorm van de kelk en het kruis wat dwars ligt met de lans en de spons en de doornenkroon. Of tenslotte, in Maastricht, het meeste werk heeft hij in Noord-Limburg gedaan. Ik heb even twee belangrijke ensembles van Hans Truijen 1 en van Gilles Fransen 1 in Maastricht neergezet.
met name in de kerk van Wiek in de Zijbeuken, zijn ontzettend belangrijke ramen en ook overgangsramen in het oeuvre van Hans Truijen, die het lijden en de verrijzenis uitbeelden, aan de hand van foto's van eigentijdse gebeurtenissen, die hij op verschillende wijze naast elkaar op collageachtige wijze gebruik heeft. En rechts ziet u Gilles Franse, de roeping van Petrus in de Theresiakerk. Ik hoop dat u genoten heeft. Dank u wel.